Het inheemse traditionele gezag, waaronder dat van het dorp Powaka, wil geen regeringsbemoeienis bij hun traditionele bestuurswisseling. Sergio Sabayo, dorpshoofd van Powaka, geeft aan dat ze verkiezingen hebben gehouden en dat alles traditioneel is geweest. De regering moet nu haar verantwoordelijkheid nakomen, meent het dorpshoofd. Daarom we roepen uit vanuit de overheid dat je met de doel, met de code verantwoord toe na. Dat de actie daar ook toe. En uiteindelijk Kondre, Kusabi, dat die traditionele gezagdragers nooit en nimmer we accepteren inmenging van de overheid in Awansi. Dus van hieruit, we een attack voeren. We liep de trastsprekers ook toe, met de gide en woord toe, dan mogen we in ook toe van procedure in elkaar. Maar ik heb gewoon met die NDC van Sanki aanleiding. In het dorp ook toe, we hebben nieuw bestuur, nieuw gekozen bestuur, kapitein voor Powaka. Dan wat we op planning zo op in mind, zouden we doen, zouden we vooruit maken. Maar vanwege dat erkenning beschikking. Not in place dat de bemoeilijke herontwikkeling voor Powaka. Lloyd Reed, voorzitter van de organisatie Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en Kommewijnen, OSIP, geeft aan dat er afspraken worden gemaakt met de regering wanneer het gaat om het beschikkingsrecht van de inheemsen. De overheid niet bemoei en mag bemoei, maar moest wel zeker dat als er een bestuur komt, dat er een bestuur zijn de, gedragen, een proces, wat kan naar afasie. En dat hij kan doen voor meki regels, procedures, trouwens ook protocollen. En na de regels die zie, dat alles maar precies. Van een situatie de één, naar weer bepaal, van de regels is hij eruit. En in het tweede geval, dan samen naar de overheid, je taki, dis naar mijn regels. En zo, mi wan meki behandel mi, zonder dat hij de overheid te bemoei. De afspraken zijn belangrijk, zodat de overheid weet wat haar verantwoordelijkheden zijn wanneer het gaat om zaken van het inheemse traditionele gezag.